We zijn hier in het Kunstmuseum Den Haag, de Pollakzalen op de begane grond, in de tentoonstelling van de Duitse schilder Norbert Schwontkowski. Schwontkowski is in 2013 overleden en wij zijn nu in staat, heel mooi vind ik dat, om voor het eerst een groot overzicht van zijn werk te laten zien. Met de iets grappige titel Goodyear, dat is wel een merk voor banden, ben je heel duidelijk in de studio van iemand die iets produceert, de kunstenaar. Je ziet lekke banden, maar je ziet ook al banden die weer zijn opgeblazen, opgepompt. En de kunstenaar heeft hier met het licht van het atelier al het werktuig dat hij nodig heeft om te produceren. Schwontkowski noemt dit autoportret, zelfportret hier, nadenken over niets. Maar ik weet dat Schwontkowski nooit over niets nadenkt. Hij denkt over makkelijke dingen. Hij zegt allereenvoudigste existentiële vragen na. Bij hem gaat het om waar het leven om gaat, maar het moet makkelijk en simpel blijven. Dit is met de titel Darkroom. Het is nog een ouderwetse kamer waar je films en foto's ontwikkelt. Wat heb je in die studio nodig? Nog een keer een symbool voor de studio. De gloeilamp, het peertje, dat is het symbool voor die inspiratie. Zonder inspiratie geen kunst. Maar dan heb je ook materiaal nodig. En dat zijn hier die filmdoosjes en die rollen film waar honderden en duizenden van beelden op zitten. Dat is zijn métier, daar werkt hij aan. Je hebt hier het schilderij Open Air uit het jaar 2011. En je ziet hier, mensen zijn bij elkaar gekomen om naar een beeld te kijken. In dit geval autokino. Dus je hebt echt een hele grote scherm die in het donker met stralend licht aan het gloeien is. Nadat hij was afgestudeerd, is hij over 20 jaar lang de hele wereld over gereisd. Hij had een heel sterk verlangen naar de verte en die zoektocht op die hij is. En we zien Norbert Schwontkowski hier, dat is volgens mij zeker een zelfportret, heel vroeg in de ochtend, eigenlijk is het nog helemaal donker, aan het punt om te vertrekken. Op weg, op pad naar een nieuw avontuur, waar bij hem nooit duidelijk was, waar ga ik eigenlijk precies naartoe. Maar daar is hoop. In het donker, je hebt twee lichten verschijnen. Dat is een auto en die zal hem meenemen naar de volgende avontuur, naar de volgende inzicht, naar de volgende inspiratie. Nou, deze tentoonstelling biedt ook de kans op een hele goede manier echt het hoofd van de kunstenaar binnen te kruipen. Doordat wij hier 50 of 60 van zijn schetsboeken tentoonstellen. En ik had die kans om meer dan 300 van zijn schetsboeken te studeren. En daar ben je echt aan het punt waar een beeld bij Schwontkowski ontstaat. Hier heb je de gloeilamp, het peertje. Nou, kijk, het moment waar je draait en plotseling heb je die bliksem en het licht gaat aan. Nou, dat is kunst, dat is inspiratie, dat is misschien ook spiritualiteit. Hij zegt ook, en dat is wat hij doet, heel snel een schets maken. Hij had altijd zijn schetsboek in zijn tas. Als hij een idee had, dan moest hij die meteen vasthouden voordat hij verdween. Maar toen heeft hij die schetsboeken ook bewaard en hij zegt, als in een donkere kamer ontwikkelen die ideeën voor schilderijen zich bij het bekijken van en het reflecteren op de schetsboeken. Hij gaat door die schetsboekjes en dan vindt hij meteen bijvoorbeeld die jonge Japanse vrouw. Ja, dat is een goed stuk, heeft hij vaak gezien, dat heeft voor hem echt zeggingskracht. Dus je ziet hier dat hij een sterretje maakt en een kring daaromheen. Dit is voor mij een motief. En dit motief wordt vertaald naar een schilderij. Die Japanse vrouw heeft dit struik met die mooie bloesem gevonden. En je ziet hoe zij echt op de spitsen van haar tenen staat en zich oprekt om even aan die bloesem te kunnen ruiken. En die, nou, goddelijke, supermooie, dit moment. Nou, dit is een echt zen-moment en dit moet je weten te pakken. Zij, net als hij. Vanaf 2004 is hij ook begonnen met grotere doeken te werken, met meer kleuren. En een heel prachtig schilderij, vind ik, is dit hier. Die excursie is de titel.
Hele mooie kleuren. Je bent in een grot, maar het licht van de vroege ochtend komt er langzamerhand binnen. En nou, waar ben je eigenlijk? Je bent echt in de geschiedenis van de wereld, in de geologie. Echt de oergeschiedenis van het ontstaan van onze planeet. Nou, als je dan een beetje langer kijkt, dan merk je, je bent wel in een doodshoofd. Je bent het hoofd van een mens binnengelopen. En nou, dan is het verhaal niet alleen maar geschiedenis van de wereld, maar ook de psychologie en de zichtwijze van de mens. En dit zijn grote thema's, zware thema's, maar Schwonkowski is eigenlijk een beetje een lichtvoetige schilder. En dat zie je pas later als je een detail ziet dat bijna meteen één op één uit een schetsboekje zou kunnen zijn genomen. Je ziet hier een lerares die met haar wijsvinger een belangrijk verhaal vertelt. Eén jongetje is ook ontsnapt. Misschien is dat, zou ik zeggen, de kleine Norbert op zoek naar zijn avontuur. Maar op die manier is die zware gewicht van dit stuk ook nog een keer gebroken en hij weet er een lichtvoetige draai aan te geven. Dus we hebben net het figuur gezien, het kleine mannetje of vrouwtje dat onder een paraplu voor een grijze achtergrond stond. Nou, dat is die zoektocht naar geborgenheid die eigenlijk Schwonkowski vanaf het begin in al zijn werken motiveert. Hij was zelf geen gelovend mens, terwijl hij katholiek was opgeleid. En daarom beschouwt hij de kerk ook een beetje, de kathedraal, als een kino, een bioscoop. Het is een bedrijf waar je mooie, spectaculaire verhaaltjes tegenkomt. Maar is dat wat je zoekt? Nou, hij blijft zoekende. Bijvoorbeeld op zijn reis. En daar vind ik heel mooi ook visueel die analogie met die paraplu's. 5 rode paraplu's, maar die staan uiteraard in de nacht op het strand. In de achtergrond zie je kleine lichtjes van scheepjes die van links naar rechts reizen. Dus het motief van reizen is daar wel te zien. Paraplu's zijn gesloten, dus geen bescherming. Net als een kerktoren wijzen ze verticaal naar boven. En je ziet boven de spits van de parasol wel die sterretjes stevig houvast geven. En dus op die manier blijft Norbert Schwonkowski zijn leven lang in zijn kunst, in zijn reis, in alles wat hij doet, op die zoektocht naar geborgenheid.